Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Zoals we kunnen zien op de satellietfoto van 10 voor 8 vanochtend trekken er veel wolkenvelden over het land. Met name in het noorden kunnen die wolken behoorlijk dik zijn en later op de dag valt daar mogelijk ook lokaal een spatje regen. In het midden en zuiden van het land blijft het op een enkel buitje na droog. Verder ligt de middagtemperatuur tussen de 19 en 23 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Ook vanavond verandert er eigenlijk niet zoveel in het weerbeeld. In het noorden de meeste wolken, in het zuiden wat meer opklaringen. Temperatuur ligt halverwege de avond rond een graad of 19. Vanaf morgen gaat warmere lucht het land instromen. In het noorden zijn nog steeds veel wolken, met misschien nog een spatje regen in de ochtends. Vanuit het zuiden breekt eigenlijk geleidelijk steeds meer de zon door. En uiteindelijk wordt het 21 graden in het noorden en 25 of 26 graden al in het zuiden van het land. Op donderdag gaat de temperatuur nog verder omhoog, dan wordt het 24 tot lokaal 30 graden met een flinke zonnige perioden, maar laat op de dag in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Vrijdag en zaterdag vallen er meer buien, soms met onweer. Het blijft nog wel vrij warm. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.